Yo mensen van Gewoon Gio. Ja, de eerste intro met mijn nieuwe kanaalnaam Gewoon Gio. Oké, we spelen Volg de Lijn. Hier staat druk op mij. En het is de bedoeling dat je met je vinger het bolletje bestuurt. Als je het bolletje weer loslaat, stopt het bolletje ook. En het is de bedoeling dat je zoveel mogelijk meter aflegt zonder de randen te raken of zwarte hindernissen. Ik had dit al eens eerder opgenomen, maar ik heb dat niet online kunnen zetten omdat er iets heel erg mis was met mijn geluid. Wow. Maar let's begin. En we zitten er al gelijk naast. Wow. Ik ben wel blij dat het een Nederlands spel is. Hey, World War Z. Nee, War Z. World War Z is die horrorfilm. Ook al ben ik 10 jaar, ja, ik kijk horrorfilms. Raar, hè? Huh? Oeh. Wat? Ja, die kleine stukjes had ik vrijgespeeld. Kijk, deze had ik vrijgespeeld in mijn andere opname die dus niet online, nooit online geweest is. Maar dat was zo'n beetje een weenstem. Hier krijg je meer en wow, wow. Ja, deze heb ik ook vrijgespeeld. Wow. Ja, altijd in zo'n verlepte hoekpuntje. Oeh, we hebben het alweer bijna vrijgespeeld. Mijn vorige opname had ik 210 mm bereikt. Of is het millimeter wat daar staat of is het meter? Ja, even de advertentie wegdoen. Ja, advertentie gesloten door Google, ja. Ik verlies tijd door deze mijnen. Eyo. Ja, we kunnen niet... Wow. We kunnen... Ik kan dit niet laten zien. Oké. Is, jawel. Ah, nee. Kijk, ik kan dit alleen doen terwijl ik beweeg. Daar staat nu... 7... Nee. Daar staat nu 68... Ja, 69 stond er. Maar staat... Nu, 80 mm, is dat millimeter of is dat gewoon meter? Oké. Laat maar. Auw! Oké, dat was een vrouwgil. Allemaal in de... In de comments, wou ik zeggen. In de... Ja, in de comments. Hashtag vrouwgil. Oké. Ik ga ook iets groots aankondigen, maar dat gebeurt op het einde van de video. Want nu wil ik nog lekker genieten van mijn volgende lijn. Eigenlijk, dat lijkt een beetje op een oog dat zo de hele tijd aan het rondkijken is. Zo, dan is dat zwarte bol ding, de pupil. Ik vind het... Oeh, die was nipt. Ik vind het muziekje echt zo vrolijk. Ik zou het gewoon de hele dag in de auto willen draaien. Niet dat ik een rijbewijs heb, want ik ben nog 10 jaar. Ah. Oh, ik heb helemaal mijn persoonlijk record, ja. Oeh, dat is raar. Is nu de bedoeling dat je die blauwe... Nee, tuurlijk niet. Je moet... Hey, Trump! Donald Trump! Ik ga het nog 3 keer doen. Ja, lap. Voor mensen dat nog niet wisten, ik ben een Belg. Maar het is niet dat ik meer van Belgische kijkers hou dan van Nederlandse kijkers. Misschien zijn er wel Duitse kijkers, Engelse kijkers, misschien wel Russische kijkers. Maar het gaat wel erg ver. Ik hou van iedereen evenveel. Haha, deze hebben we net vrijgespeeld. Hey,
twee keer achter elkaar. Hey. En dan krijgen we vies reclame. 69. Auw. Oeh, ik zat er echt bijna naast. Ik zat er voor mijn gevoel zelfs een beetje naast me. Ruitjes. Lijkt een beetje op zo'n koek, zo'n babykoekje. Nee, zo'n van die vieze zandkoek. Nee, ik lust dat echt niet. Hé, hey, laten we dat even niet doen. Hé, hey, weer zo'n oogbalding. Ik noem het vanaf nu oogbalding. Dit kreukelding en dit ronddraaiend zwart dingetjes ding. Weet ik veel, nee. Hey. Ons record is alweer verbroken. Ik denk het wel, want nu staat er alweer in de 250. YOLO, er valt glas. Oh my gosh, dit gaat nu wel erg snel. Dit is moeilijker dan het lijkt. Maar als je stilstaat en die dingen raak je, ga je er dan ook aan? Oh, ik zit echt al over de 300. Je moet trouwens al een 8 gehad, want 8 is mijn ongeluksgetal. In het echt ook. Oké. 412 meter, jongens. Oeh, dat ziet er me leuk uit. Precies zo'n ronddraaiend snoepje. Ik ga nog doen tot ik die heb vrijgespeeld. Ture, 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 ture. Oh. Wow, dat was even een kleine concentratiemodus. Ik was eventjes heel stil. Oh, wow. Ik weet niet waarom ik ineens moet gaan lachen, maar... Ik vind dit echt een leuk spel. Dodge, niet dodge de hond, maar dodge van ontwijk. Ik had beter avoid kunnen zeggen. Pikachu, avoid that. Thunderbolt of zoiets. Ja, ik ben een redelijk grote Pokémon-fanaat. Maar ik wou nu niet echt iets gaan doen rond Pokémon met mijn kanaal, want dat leek me een beetje overdreven. En ook al veel mensen doen dat, dus ik dacht... Ik ga gewoon iets anders doen. Gewoon Geo. Snap je? Oké, nu ga ik nog één keer doen om dat uit te testen. Hey, doei. YOLO X. Ik ga me er expres aan laten tot ik dat ding heb gehad. Oké. Oh, stel je voor, er was een glitch en ik kon daar gewoon overheen. Oké. Laat me even iets doen. Wauw, en hier ben ik ineens weer. Ja, mijn haar ligt ook alweer helemaal perfect. Oké. Mijn aankondiging was, ik ga een soort wall of fame maken. Niet op een kast, niet op een muur, niet op een deur, niet op een tv. Ik zit nu gewoon alles te zeggen wat ik... Het eerste wat ik zie is zeker. Niet op een Barbie-pop van mijn zusje. Niet op een Pokémon-kaart. Wacht, ik pak er even eentje bij. Ik zal er een redelijk goede bij pakken. Eentje in de sleeve en het woord. Ninetales break. Yep. Nee. Ik ga het doen op de achterkant van mijn gips. De voorkant staat namelijk al helemaal vol. Maar de achterkant is nog leeg. Wat je moet doen om... Wat je moet doen om op mijn Wall of Fame te geraken, is zeggen wat ik kan opnemen. Want ik zit nu met een soort breakdown. Ik weet echt niet wat ik nog allemaal meer kan opnemen. Ik doe nu wel een paar random games of zo. Ik had ook al glow hockey gedaan. Of het kan iets voor wie zijn. Het kan iets wat ik moet doen in mijn vlog, wat nu nog niet zo snel gaat gebeuren. Het kan ook een prank zijn, maar... Wat je daarvoor moet doen, je moet geabonneerd zijn. En je moet wel, want de 10e gaat mijn gips eraf. Dat is echt al bijna 10 april 2017. Als je die in 2018 kijkt of zo. Nee.
En je moet tegen de dertigste april iets hebben gevonden wat ik kan doen. En je moet geabonneerd zijn op mij. En je moet dus iets laten weten van, yo, dat kun je doen. Voilà. Oké, dat was het dan eigenlijk. Ah, nee, dat was het nog niet. Ik ga vanaf nu aan het eind van elke video een vraag stellen. De vraag voor vandaag is: welke kleur van gips zou jij het liefste willen hebben? Je mag kiezen tussen flashy geel, donkerblauw, lichtblauw, rood, paars, groen of oranje. Of roze. Wow! Laat me dat even fixen. Oké. Waar waren we nu ook alweer? Ah ja. Dus je kon kiezen uit lichtblauw, donkerblauw, flashy geel, oranje, roze en paars. Ja, wie weet ben ik een kleur overgeslagen. Maar dat was het dan. Later. Doe ook een duimpje omhoog. Dus nogmaals, later.